Paulina Kwee, vandaag 19 jaar geworden. Wat is nou het meest ideale verjaardagscadeau? Drie punten tegen Noorwegen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Super blij mee. Van tevoren uh, natuurlijk wel gehoopt op uh, dit cadeautje. En uh, super blij dat het is uitgekomen. Jullie hebben er wel hard voor moeten werken. Ja, de eerste helft was, uh, hadden we het zwaar. Stonden we niet goed. Op eigen helft uh, stonden we niet goed. Aanvallend hadden we wel een aantal goede momenten. En de tweede helft hebben we het een stuk beter ingevuld en uh, gescoord. En niks tegen. Dus uh, super goed. Je ziet met name voor rust voor je neus een aantal dingen niet helemaal lekker gaan. Lijkt me dat je daar toch best zenuwachtig van kan worden, of niet? Nou ja, ik denk uh, dat als je als keeper zenuwachtig wordt, dat je dat ook uitstraalt naar de rest van het team. En dat dat uh, de teamprestatie niet bevordert. Dus ik probeer gewoon iedereen uh, met coaching uh, de kopjes omhoog te houden. En uh, te zorgen dat de volgende bal wel goed is. Maar toch, die goal na iets minder dan een uur spelen moet toch ook wel een soort van opluchting hebben gegeven, of niet? Ja, het geeft wel meer lucht met gelijkspel uh, heb je natuurlijk ook nog kansen. Maar uh, gewoon winnen is natuurlijk een stuk lekkerder. En voorsprong uh, voelt ook een stuk beter. Want daarna gingen we ook nog, nog beter voetballen dan uh, voor die uh, 1-0. Halverwege de tweede helft, volgens mij de 70 zeventigste minuut, een enorme kans voor de Noren. Op de tribune denkt iedereen oei, oei oei die bal gaat erin, maar Paulina Kwee die was er nog. Ja, gelukkig uh, stond ik op tijd stil en uh, ze schoot hem niet super hard binnen. Dus uh, ik kon er nog net bij en uh, ja, was blij dat ik hem had. Supporters stonden doodsangst uit op dat moment, jij? Nee, nee. Op dat moment dan focus je gewoon alleen op de bal en dan heb je eigenlijk helemaal geen tijd om bij je emoties stil te staan. Dus uh, ja, gewoon doen en ik had hem. Tegen Slowakije 6-0 gewonnen, ook al de 0. Twee gespeeld twee keer de 0. Geef je dat je nog meer zelfvertrouwen denk ik van nou maar niet uit dat maar winnen. Ik denk dat, uh, dat het voor het hele team super lekker is als je twee keer de 0 kan houden. Zeker tegen Noorwegen. Want dat is gewoon een tegenstander van wat hoger niveau dan Slowakije. En uh, ja, voor de volgende wedstrijd geeft dat ook vertrouwen richting Frankrijk. Dus uh, ik denk dat het voor het hele team lekker is. En voor mij natuurlijk. Ook, want dan heb ik mijn taak goed uitgevoerd. Ja, want maandag die laatste wedstrijd in de groepsfase tegen Frankrijk. Jullie hebben zes punten, dus je bent bijna zeker van de halve finale, nog niet helemaal. Wordt dat weer een stapje moeilijker dan Noorwegen of hoe moeten we dat zien? Ik denk het wel. Ik denk dat het weer lastig gaat worden, want uh, eigenlijk zijn we niks verder. Als we verliezen, dan zijn we afhankelijk van, Slowak uh, van uh, Noorwegen en Slowakije. En uh, daar kunnen we gewoon niet op gokken. Dus we moeten zorgen dat we dat we niet verliezen en daarvoor zullen we heel veel strijd moeten leveren want Frankrijk moet winnen. Dus ik denk dat het een hartstikke zware wedstrijd weer gaat worden.